Zalland Sport, nabeschouwing. Vanmiddag speelde Broekland de uitwedstrijd tegen Haarlem. Aan de lijn de trainer van Broekland, Joshua Nijland. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending, Joshua. Leuk dat je er tijd voor hebt. Vanmiddag speelde jij tegen Haarlem. Haarlem is niet gewonnen. Ja, ik kon niet spelen met de golven. Helaas niet gewonnen, Joshua. Nee, maar ik kan jou niet verstaan. Je kunt mij niet verstaan. Ik hoor wel wat omgevingsgeluiden. Ja, we zitten in de bus terug. Oké. Gaat het nu beter? Ja, nu is beter. Oké. Vanmiddag speelde je tegen Haarlem. Je verloor helaas met 3-0. Ging het niet lukken met je ploeg vanmiddag? Nee, we beginnen eigenlijk goed. En ik kreeg ook twee beste mogelijkheden. Dan ga ik twee keer de paal, één keer de lat. En dan is het eigenlijk een beetje een rommelige fase waarin wij veel balverlies leiden rond de middenlijn. Ja, waardoor we kunnen counteren. Nou, eigenlijk is er nog niet zo heel veel aan de hand. Maar het spelbeeld verandert wat. Vervolgens krijgen ze een vrije trap. Ja, en die stuit het voor de keeper. En ja, wat voor stuit die bal mee kreeg, heel apart. Maar goed, dat is een 1-0. Een beetje gelukkige tot standkoming voor hun. Ja. Nou, uiteindelijk vrij vlot. Dan ging de 2-0 erachteraf. En door het spelmoment lopen de man waar we niet mee lopen, die we bij de tweede paal in kan koppen. Mm-hmm. Nou, vervolgens wissel ik al vrij vroeg, omdat ik stond dat we voorin te statisch waren. Ja. Nou, eigenlijk pakken we het goed op tot aan de rust, creëren nog wat, zijn dreigen. En dan vervolgens naar de rust, ja, we komen als een duel uit de kleedkamer en we hebben eigenlijk de 3 en de 4-0 eigenlijk kunnen maken, doen ze niet. Nou, vervolgens is het spelbeeld, wij heel veel de bal, tot aan de 16 creëren wij naar hun op de counter. Ja, we doen eigenlijk gevaarlijker dan ons. Nou, we kregen nog wel een geweldige kans, 1-1 met Ruud op de 2-1. Mm-hmm. Ja, dat gebeurt vervolgens niet, waardoor we nog een counter kregen, de 3-0 maken en dan kan het boek dicht. Ja, dan is het gespeeld, hè. Dat, dat is jammer, want uiteindelijk, ja, daar staat Haarlem wel bekend omdat ze in omschakeling heel snel zijn. Ja, goed, wij waren in principe klaar voor en wij doen dat. Wij vlagen goed, maar het gaat om die momenten dat we niet doen. Ja, en die straffen goedbloedig af. Ja, nee, goed, dat is gebleken. Jullie hadden niet meer de kracht om te draaien, zeg maar, op een gegeven moment. Nou, ik had met name de fase voor rust. Direct na de 2-0 spelen we eigenlijk goed. Het is heel erg dreigend. Nou, het is net die trekker overhalen in de eindpaas, niet zorgvuldig. Het goed lopen in de 16, net niet. Ja, waardoor 2-0 ruststand wordt. Ja, dan weet je dat lastig wordt eigenlijk na rust al vrij vroeg de aansluitingstreffer moet scoren. Nou, dat doen we niet eigenlijk. Nogmaals, dan krijgen hun twee goede kansen. Ja, goed, dan probeer je nog wat met wissels, tactisch iets te veranderen. Maar ja, goed, we hadden heel veel de bal tot aan de 16 en we creëren gewoon te weinig. Ja. Nu even een paar weken rust, denk ik. Ja, we hebben 2 weken rust. En dan 5 maart, dan komt Nieuw Heten bij je bezoek. Ja, dat is een verplichte voor ons. Ja, ja, klopt. En het is ook een ploeg die jullie dingen wel ligt, of niet? Jawel, maar goed, we hebben uit ook 1-0 verloren bij hun. Mm-hmm. Dat is wel een ploeg waar je energie moet gaan leveren. En, ja, dat zeker. Dat zit vaak bij ons wel goed. Ja, dat zeker. Maar goed, ik denk dat de trainer van Nieuw Heten het ook heel aardig doet met zijn materiaal. Dus het lijkt me een leuke wedstrijd over 2 weken. Dus daar kunnen de mouwen weer opgestroopt worden. Ja, we kijken er naar uit. Ja, dat kan me voorstellen. Nu eerst even 2 weken even rust. Even kan er wel vieren, denk ik. Ja, nou ja, dat is dus een relatieve rust, zou ik maar zeggen. Maar inderdaad. Zeer relatief. Nou ja. In ieder geval leuk dat je even aan de lijn wilde komen. Ondanks de 3-0 nederlaag. Even de knop omzetten richting carnaval. En daarna weer richting de focus weer naar Nieuw Heten. Ja, zo is dat. Hey, jullie ook bedankt. Dankjewel, Jos. Fijne avond. Ja, hetzelfde. Tot ziens. Hoi.